Nooduitgang of gaspedaal? Dit is een vraag waar vele culturele partijen mee kampen. Wat ga je doen? Mee in de 21ste eeuw of stoppen en wat anders doen? Hier helpen wij culturele instellingen, verenigingen en artiesten bij. Nou, dat is wat je mij stuurde als een soort van onderwerp waar we het over zouden kunnen hebben. En ik vind het heel grappig, of grappig interessant, je zet een tegenstelling neer. Nooduitgang, gaan we eruit? Ja. Of gaan we gas geven met z'n allen? Zeker, ja, zeker. Maar is er ook een tussenweg? Zie je het zo zwart-wit? Of stoppen met de muziek, stoppen. Hou op, ga gewoon lekker in die GGD-teststraat werken. Ga geld verdienen. Ja. Dat, weet je, we hebben een crisis achter de rug. Wij zitten hier nu gezellig te kletsen. Tijdens corona hebben we af en toe gezellig gekletst online. Maar op het moment dat het 2019, dat is nu 4 jaar geleden, zeg ik dat goed? Inmiddels 2019, wel. Ja. Maart, halverwege maart 2019. Toen kwam er een bericht van, jongens, kappen ermee. En dan, bij ons vielen allemaal de agenda's leeg. En dan moet je wat. En dan is het ineens, staat de hele wereld stil. En wat moeten we doen? En paniek, angst. En dan moet je gaan in een groot tempo gaan nadenken over van, hoe heeft dit invloed op mijn leven? En hoe speelt dat? En wat ga je doen? En bij ons was het devies thuis, nooduitgang of gaspedaal. Wij zijn beide ZZP'er in de muziek. Dirigent, trombonist, fluitist, docent. Ja, en dan kan dat niet meer. En hoe ga je dat dan doen? En daar hebben we natuurlijk over nagedacht. En in het begin was het voor iedereen alle hands aan dek en echt crisismanagement. En toen bleek van, er is wat steun hier en daar. En verenigingen slaan de handen ineen en zeggen, nee, we steunen de dirigent. En al die verhalen die we toen hoorden van de collega's. Maar tegelijkertijd zagen we ook wel mensen die echt de keuzes gingen maken van, jongens, ik hou ermee op. Dit is voor mij de druppel. Ik stop ermee. Of ik ga mijn carrière switchen. Ja. Ja, die tweedeling was heel sterk. Ja. Dit zag ik in mijn omgeving ook. De mensen die dachten van, ja, hier weet ik niet precies wat ik hiermee moet. En ik ga een andere kant op. Of de dirigenten, zoals je zegt, gaspedaal. Ja. He, ik ben online dingen gaan doen, bijvoorbeeld voor mijn verenigingen. Ja. He, dus filmpjes online zetten, zo kun je thuis oefenen. Met het idee, dat is volgende maand niet meer nodig. Ja. Maar dat bleek anders. Ja, maar is vanuit dat vacuüm eigenlijk, is daar denk je ook jouw idee, want je bent in 2020 begonnen, ja, volgens mij, wat ik op de site zag. Dit komt echt uit dit idee. Dus het bedrijf is geboren en de ideeën zijn geboren uit dit idee. Het is zeker geen verwijt aan degene die zijn gestopt. Want het is heel goed dat je zoekt naar werk wat haalbaar is om jezelf te onderhouden, om je gezin te onderhouden. En ik vraag ook echt niet aan iemand anders om net zo gek te zijn als wij zijn. Of net zo gek of net zo bevlogen. En sommigen snappen dat dan niet. Hè? Waarom dan? En waarom doe je die keus? Maar het heeft wel te maken met strategisch nadenken. Van, er is crisis. Maar je weet ook dat een pandemie of een epidemie heeft een bepaalde doorlooptijd. Het is eindig. En omdat wij ons thema al hadden over leven, liefde en hoop, is het altijd, er is altijd hoop. En op sommige momenten moet je behoorlijk moedig zijn. En mijn uitspraak die ik toen echt wel veel bezigde is van, ja, eerst even moed verzamelen en dan ga ik ook een bedrijf beginnen. Ik wil dat doen, ik heb even moed verzamelen. Ik zei, ja, moed verzamel je niet. Moed krijg je door iets te doen. Dat je bent gesprongen en dan merk je, yes, ik kan het. En dat geeft moed en kracht. Dat hadden we al enigszins wat ervaren. En toen dachten we wel van, oké, als die crisis voorbij is, hoe ziet de wereld er dan uit? Nou, we weten beide dat die digitalisering, die gaat niet stoppen. Dat komt overal in terug. Wij hebben een livestream gedaan. En ik heb daar wel veel met mensen over gesproken. Ik heb ook wel gelijk gezien, dit gaat het niet worden in de toekomst.
We hebben de Netflix, we hebben de radio, we hebben de televisie. Ik denk niet dat wij moeten gaan denken dat wij met een livestream de wereld gaan veroveren. En misschien is dat maar goed ook. Maar er zijn wel onderdelen van die digitalisering die we wel kunnen gebruiken. Namelijk in de PR, in het ondernemerschap, in de productie van een project of een concert. Heb je onwijs veel tools die je kunt inzetten om jezelf te helpen. En daar zijn we dan wel volop gaan inzitten. Ja. En dat is het gaspedaal van jongens, als wij na die crisis ons ding willen doen, dan zetten we ons idee om in een bedrijf en dan gaan wij mensen helpen om dit te doen. Ja. En even terugkomend op de nooduitgang, het gaspedaal, hè? Want het is voor jou een factor geweest in wat ga ik doen. En bij mij komt meteen naar voren investeringsadvies, hè? Financieel investeringsadvies. Iedereen stapt eruit als het slecht gaat, maar heel veel mensen zeggen nee, juist investeren. Want straks gaat het weer goed. Ja. En als je lange termijn denkt, dan is die investering nu goed. Dat voel ik ook een beetje in jouw verhaal. Dat het een goede tijd was om te investeren misschien in jezelf, in een bedrijf. Dat is wat ik eruit proef. Maar even terugkomend op dat nooduitgang en gaspedaal idee. Hoe is dat nu voor de verenigingen? Denk je nog steeds dat we in die mode zitten? Hè? Het is nu wel recessie. Na de corona zien we dat veel verenigingen het ook wel moeilijk hebben. Ja. Misschien met leden of met ideeën of met andere zaken. Is het nu ook nog steeds een kwestie van, zie je dat nog steeds? Dat heel veel de nooduitgang kiezen of juist gas geven? Ja, ik ken de cijfers niet en ik weet niet of er onderzoek naar gebeurt. Volgens mij klankwijzen ergens op Facebook. Die hebben dat wel, maar de trend is niet een hoera stemming. We zien om ons heen dat de verenigingen ter ziele gaan. En dat is gewoon spijtig. Want als een club die al 100 jaar bestond nu ineens ter ziele gaat, dan komt dat niet meer terug. En je kunt wel iets nieuws oprichten en iets nieuws starten. En daar is dan weer moed en heel veel energie voor nodig. Maar als iets weg is, dan is het weg. En dat is spijtig. En we moeten... dus voor heel veel mensen is het wel de nooduitgang of het gaspedaal. En het gaspedaal, ik denk dat daar moeten we met elkaar over nadenken. Wat houdt voor mij een gaspedaal in? En dus voor mij als vereniging, voor mij als artiest. Welke keus, dat is dan de vraag aan de luisteraar die ik zou willen stellen. Stel jezelf de vraag, welke dingen kan ik doen die ik nu nog niet doe? Maar die waanzinnig goed zouden kunnen werken voor mijn club, voor mezelf of voor mijn vereniging. Is dat digitalisering? Is dat samenwerken met iemand anders? Of houd je je gewoon bij hetgeen wat je deed? En dus we weten ook dat de vereniging, en ook dit is geen verwijt, maar gewoon wel hoe ik tegenaan kijk. Dat veel verenigingen die worden bestuurd door welwillende bestuurders. Vaak zijn dat de mensen die de klusjes oppakken die de jongere leden niet willen oppakken. Maar betrek juist de jongeren erbij om te kijken naar nieuwe ideeën, nieuwe richtingen. Wees flexibel. Dus we zitten ook in een keurslijf en in een cultuur die best lastig te veranderen is. Sowieso cultuur kun je niet zo makkelijk buigen naar een modernere tijd. Maar ik denk wel dat daar de oplossing zit. Is het ook een kwestie van, de oude cultuur is, de daken zijn heel groot. Want het is meteen of je bent bestuurslid of secretaris. Maar misschien kunnen mensen zich er ook bewust van zijn dat elke kleine taak, elk klein dingetje dat uiteindelijk gebeurt en gedaan wordt, toch een enorme bijdrage kan leveren aan het grotere geheel in die zin. Ja zeker. Elke verandering is er één, hoe klein dan ook. En je kunt je laten inspireren door iets heel kleins. Ik weet nog dat in de tijd dat... een goed voorbeeld. Dus wij deden een project met de vereniging en... Een van de jeugdleden die was ook wel geïnteresseerd en die zei, ja, ik weet niet of ik iets kan doen, maar ik wil wel iets, maar ik weet niet of ik iets kan. En nou, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je als bestuur zeggen, nou, wij klaren deze klus wel even. Of ik kan zeggen, nou, weet je, zit gewoon aan en we zien wel. En dat hebben we toen gedaan. Nou, kom, stageplek in de projectgroep. En op den duur zei deze jongen, ja, maar zouden we het ook zo kunnen doen? Of ik heb een idee.
En dat was zo verhelderend dat daar gewoon een jongen van 18 zat die gewoon de hele tijd ideeën. Nu werkt hij voor ons in het bedrijf. Want hij had briljante ideeën en hele goede oplossingen. Ik dacht, potori, ja. Dat is een handige gast. Daar moet je naar luisteren. En dat is gewoon iets door een keuze te maken van, ach ja, kom er maar bij zitten. En dat is een heel kleine beslissing van, zeg gewoon een keer ja tegen iemand. Nou, het klinkt als een goed advies ook voor verenigingen deze tijd. Zeg ja tegen je leden als ze ideeën hebben. Als ze ergens bij willen helpen, maar nog niet weten hoe. Ja. En misschien ook wel voor leden in een vereniging. Hè, misschien weet je niet hoe je kan helpen, maar geef in ieder geval aan dat je wil helpen. Ja, zeker. Ja, ik heb ook wel eens, dat doe ik wel eens met verenigingen, een sessie. Ik heb hier ook zo'n heel grote schrijfwand van 5x5 meter. En dat vind ik waanzinnig om gewoon daar creatief op te zijn. En schrijf nou eens op, want iedereen wil wel iets doen. En als je iemand vraagt, wat vind jij leuk? Dan gaan mensen spreken over wat ze leuk vinden. Ja. En wat kun je dan? En dan zeg maar, ik kan dit, of ik ben goed in Excel. Zou je dat dan ook voor de vereniging kunnen doen? Dus bevraag mensen op wat ze leuk vinden. En bevraag niet wat je nodig hebt. Ja, klopt. Dus dat is ook weer zo'n andere insteek. En dat is waanzinnig interessant. En dan doen we een soort sessie met allemaal blaadjes en geeltjes. En dan moet je goede vragen stellen. Dus, wat vind je nou heel leuk? En op welke manier zou jij iets willen doen voor je vereniging? En de meeste leden willen echt wel iets doen. Ja. Zou je iets willen doen? Ja, wat wil je dan? Ze willen vaak niet die ledenadministratie of de penningmeester of die post. Nou, dat is een goed voorbeeld, hè? Ja, penningmeesterschap. Ja, penningmeesterschap. Ja. Ja, ik zou ook een advies willen geven. Lieve dames en heren, ga dat bij iemand anders zetten. Hè, vraag een lokale ondernemer of iemand, doe die boekhouding. En dat is een mooie vorm van sponsoring, de boekhouding doen. Ja, want dat is ook een verantwoordelijkheid. En die mag je ook met z'n allen gewoon bij iemand. En dat is dan een stukje ondernemerschap. Betaal iemand er gewoon voor die het goed kan. En dan ben je zelf vrij om andere leuke dingen te doen. Misschien hou je er nog wel meer aan over. Ook nog wat handige trucjes. De vraag is niet wat kost dat, maar wat levert het je op? Ja. Ja, dat is een hele goeie, denk ik. Ja. Ja, wat levert het je vereniging op door dingen buiten de vereniging te zetten? Zeker. Ja. En te focussen op wat kun je met elkaar wel. Ja. Nou ja, dat zijn zo van die... weet je, mijn leven is vol op dit soort thema's en hoe ik dat inzet. Ik vind het waanzinnig interessant, want je kunt er ontzettend veel mee bereiken. Als je die mindset gaat hebben van wat kunnen we wel?